Onze school lijkt een normale school, maar onze school heeft een groot geheim. We zijn een medicijnfabriek. We bezorgen gratis medicijnen door de hele buurt. De laatste tijd verdwijnen er veel pakketjes en daar is de directeur niet blij mee. Beste team, de laatste tijd verdwijnen er steeds meer pakketjes. Dit moet onmiddellijk opgelost worden. Ik wil dat jullie vanaf nu alles goed bijhouden en ik zal jullie in de gaten houden. Jullie mogen nu gaan. De directeur belt een speciale detective. Hey Joey, heb je medicijnen wel genomen? Ja. Oké, is goed. Wetenschap, ik ga snel de pakketjes van vandaag gaan nemen. Detective Notimate, wat kan ik voor je doen? Er verdwijnen de laatste tijd veel pakketjes medicijnen. Ik wil dat jij erachter wie hier achter zit. Jij bent de enige die dit mysterie kan oplossen. Ik zal kijken wat ik kan doen. De detective is op een goede spoor en houdt de groep goed in de gaten. We hebben geen geld meer. We hebben medicijnen nodig. Alsjeblieft, geef ons medicijnen. Hè? Gaat voor medicijnen? Ik ga gelijk wat regelen. Maar wie verkoopt al die medicijnen? Ze zijn gewoon gratis als je er kan aanmelden. Ik weet het niet. Misschien hebben ze geen papier of zitten ze niet op deze school. Ze zeiden dat ze elke week op woensdag de medicijnen kochten. Op dinsdag wordt altijd de voorraad aangelegd. Dat is het moment dat de dief toeslaat. Wie denk je dat het is? Dat weet ik pas als we de voorraadkast in de gaten houden. Goed idee. Dus hoe lang duurt het nog? Wacht hij echt super lang? Ik weet het niet. Hij komt wel. Doe jij? Maar je krijgt toch gewoon medicijnen? Ik wil mijn medicijnen helemaal niet innemen. Ik vind het niet leuk. En als ik het verkoop, krijg ik tenminste nog het geld. Dan kan ik kopen wat ik wil. Dan ben je ziek. Je neemt je medicijnen niet in. Ja, maar...
Joey. Joey, niemand vindt medicijnen innemen leuk en geld maakt niet gelukkig. Elk kind heeft recht op gezondheid. Beloof je dat je medicijnen zult innemen en dit nooit meer zal doen? Dan wil ik je nog een kans geven. Ja, dat beloof ik. En zo was het probleem op de Vreewijkschool opgelost. En waren alle kinderen gezond en kregen ze gratis medicijnen.